Erik, een 3-1 overwinning bij DVS, dus een oefenwedstrijd, zegt niks. Wat zegt dan een 2-0 nederlaag tegen Dovo? Nou, niet voor het team, want met dit, zoals ze nu speelden, zei ik van tevoren dat de balans niet helemaal goed in de elftal. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Het zegt wel iets over de individuele spelers. Ja, dames en heren. Ja, want je hebt een paar keuzes te maken. We zijn hier in hoeverre ben je er al uit? Hoeveel moeilijke keuzes moet je nog maken? En aan de cup is maar ik moet best een paar moeilijke keuzes maken. Maar goed, uiteindelijk word ik daar ook, ben ik daar ook voor aangesteld. Dus, en dat doe ik, dat weet iedereen wel. Dat doe ik ook wel. Maar daar ben ik er niet over uit. Het is Westy de Laat is ook nog niet druk bijvoorbeeld. Hè. Dus heeft ook een hele goede indruk gemaakt vorig seizoen. We hebben nog een wedstrijd tegen Dek. Maar we hebben ook de komende twee wedstrijden zal ook nog niet het elftal zijn. Waar je het hele seizoen in gaat spelen. Dus, ik bedoel, ja, dat is, we hebben geen echte nummers 20. We hebben overal wel een eerste en tweede keuze op positie. En over een paar zeven, acht plaatsen ben ik er wel uit hoor. Er zijn een paar hele moeilijke te maken. Een beetje bijschaven. We krijgen echt een goed en mooi elftal weer. En vandaag hebben we ook kunnen zien dat sommige dingen ook echt niet kunnen op dit niveau. En, maar dat is niet de schuld van de spelers verder. Maar vandaag hadden we je buitenhuis rust gegeven. Burgerhout. Kruisheer. Wat zeg je? Kruisheer. Kruisheer, ja. Hoge woning. Mo. Nou ja, goed, ga maar door. Maar dan zie je dat de snelheid aan de zijkant is weg. De diepgang van buitenhuis was er niet. Nou ja, dan blijken we in één keer een heel eenvoudig elftal te zijn. En ik zei tegen de spelers, als wij goed spelen... ook zoals dinsdag, dan denken mensen aan het middenveld. Het ziet er toch lekker makkelijk uit. Zag het ook? Ja, nee, dat is ook. Maar zo makkelijk is het niet. Dat blijkt vandaag nog weer. Dat is niks aan nadelen van die andere jongens. Maar een elftal moet heel erg complementair zijn, zeg maar. Het moet allemaal een beetje bij elkaar aansluiten. En dat was vandaag helemaal niet het geval. Maar heel veel jongens hebben ook weer 90 minuten gemaakt, wat ook belangrijk is. Ja, een van die jongens is Mo Benda. Die grootste kans dat je niet bijhoudt. Nou, niet zo goed. Arjen heeft al lang contact met hem. Ik ken hem natuurlijk uit het verleden. Maar Bennekom en Mo is gewoon een hele goede voetballer. Daar zal misschien ook nog wel een... hij is ook wel met een andere club bezig. Zijn jullie allemaal... Tenminste, andere clubs. Sorry, andere clubs zijn ook in... maar mocht dat niks worden, dan is hij natuurlijk van harte welkom. Okay. Ja, plan B, Barry Powell viel ook al weg deze week. Ja, erg jammer. Veel succes met het besteden van Bennekom. Het is niet anders. Je had je er in principe ook al niet bij. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat toch wel een beetje vervelend vindt ergens. Ik vind het niet vervelend, want ik ken de filosofie van de club. En natuurlijk bij Sparta is er natuurlijk een aantal jaren geleden best wel vaak wat meer uitgegeven dan er binnenkwam. Maar dat willen ze niet meer, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen Perry, dat was wel... dat is mooi voor een plan B, is één. Maar het is ook, hij was gewoon een geweldig jong op de training. Ik vond hem ook heel prettig voor de groep. Soms leren ze wat van mij, maar ze leren natuurlijk ook heel van hun medespelers. En hij was een jongen van wie je best veel kon opsteken. Harry Amstra Cup in één zin. Hartstikke leuk. Hartstikke mooi. En een heel goed initiatief natuurlijk. Het achterliggende gedachte is eigenlijk veel belangrijker dan voetballen. Voetballen. Veel duidelijk geworden. We krijgen weer een mooie goed elftal. We kunnen heel goed niveau halen. Maar de kwaliteit van de elftal van spelers wordt altijd bepaald door de ondergrens en niet door de bovengrens. En vandaag bleek dat die ondergrens wel iets omhoog mocht. Dankjewel. Dankjewel.